Hoe is het, Rick? Ja, goed. Nou, dat is lang geleden. Heel lang geleden, ja. De kermis, geloof ik, hè? Dus ja, we hebben elkaar, wat was de kermis volgens mij in 2016 of zo? Kan dat? Kan, kloppen, die kant op. Ja, ja, ja. Zeker. Ja. Dat was voor het programma Kermis TV van TV73. Daar hebben we een clipje opgenomen. Ja. Volgens mij gaan we straks ook een van jouw clipjes draaien. Maar ik ben natuurlijk de eerste benieuwd hoe het eigenlijk met jou gaat. Ja, goed. Laatste tijd gewoon lekker doorgezongen in die tijd. En, nog wel kunnen optreden. Ja, ja, zeker wel. Zeker wel, ja. Dus op zich mocht niet klagen qua optredens. Nou, eerste lockdown werd het allemaal stukjes minder. Maar ja, toen kwamen de stoepfeestjes. Dus we konden nog iets doen. Maar ja, op een gegeven moment hebben we het ook een beetje langzaam afgebouwd. Want ja, corona, daar werd steeds meer natuurlijk. Ja. Steeds meer lockdowns. Dus op een gegeven moment moest je gewoon zeggen van ja, we kunnen niet veel meer. Maar laten we even teruggaan naar dat moment. Hè. Ik kan het nog goed herinneren, want het was op mijn verjaardag, 15 maart, dat ze lockdown aankondigden. En ja, binnen eigenlijk een half uur moest geloof ik de hele horeca dicht. Dat is zo'n moment dat je denkt, nou, ik denk dat je het over 10 jaar nog weet. Weet jij nog waar jij was toen dat bekend was? Toen dat bekend werd gemaakt? Ja, ik kwam thuis naar mijn werk en ik was al redelijk in paniek, want mijn collega's zaten al, ja, zullen wel geen optredens meer zijn. Ja. Want ik werk gewoon nog wel door de week. Wat gelukkig. Doe jij erbij dan? Ik ben vrachtwagenchauffeur. Oké, okay. Oh, dat had ik niet verwacht van je. Vrachtwagenchauffeur? Ja, 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 sinds kort pas hoor. Ik werkte altijd bij Hanels. Ja. En die hebben mij een opleiding aangeboden. In de coronatijd gelukkig, want of het was dat, of ontslagen worden. Ja. Dus ik ben blij dat ik dat toen heb aangenomen. En dat doe ik nog steeds met plezier. Dus, ja, en nou vooral in de coronatijd. Want ja, je moet er nou niet aan denken om... En wat dacht jij toen jij het hoorde? Van nou, alles gaat dicht. Lockdown, een aantal weken werd toen gezegd. Wat dacht jij? Ja, ik kwam thuis al redelijk in paniek. Ik denk nou, s'avonds op de bank met een colaatje naar de persconferentie kijken. En jou, hè. En ja, ik kreeg meteen een telefoon stond rood gloeiend. Meteen ja, allemaal annuleringen. En ja, daar word je gewoon niet vrolijk van. Dus ik had meteen zoiets van ja, wat gaan we doen? En ik ben gauw iemand die... impulsief is, dus ik ga meteen denken. Ja, denken, wat kan wel, hè? Ja, ja, dus een paar jongens geïnformeerd. En, Want had jij veel optredens staan die toen allemaal niet doorgingen? Ja, ik had toen gemiddeld 2 tot 4 per weekend zo'n beetje. En ja, het is gewoon jammer. Want, ja, want zingen doe je het liefst natuurlijk, is een uitlaatklep. Het is voor jou je hobby of zie jij het ook echt als werk? Tegenwoordig werk. Werk. Tegenwoordig werk. Het begon altijd leuk met, als een hobby. Maar op een gegeven moment werd het steeds meer dat ik echt vrije dagen moest gaan pakken. En op een gegeven moment ja, moet je gewoon keuzes maken. Ja. Laat me toch maar even ingeschreven als bij de Belastingdienst. Dus ja, tegenwoordig is werk. Maar ja, ja, superleuk. Super. Maar het is dan eigenlijk ooit een beetje voor de hobby begonnen? Of hoe kwam jij er eigenlijk achter van, nou, ik heb wel talent om te zingen? Hoe ja, talent eigenlijk dus helemaal niet. Vroeger. Talent? Als ik nou die clipjes van vroeger terugkijk, denk ik, joh, ben ik aan begonnen. Maar goed. Ja. Nee, ja, ik begon hier en daar op een feestje, gewoon lekker zingen. En, de lol. Gewoon voor de fun. En ja, ja, was hartstikke leuk. En op een gegeven moment kwamen er ook boekingen binnen. En ja, moet je ook een beetje naar portemonnee gaan denken. Dan moet je gaan denken van, ja, is leuk. Maar er was toen een periode, toen reed mijn vader altijd nog. En zaten wij in Emmen, Groningen, die kant op. En dat was echt 2 tot 3 maanden lang. En dan ben ik op een gegeven moment ook echt afgekapt. Want ja, dan kwam je om 1 uur s'nachts binnen en om 5 uur 's ochtends kwam je thuis. En zondags kon je er weer heen. Dus er was een periode superleuk. Lekker geld verdienen, maar ja, dat moet je niet willen. Dus heb ik het een beetje teruggeschroefd. En vandaar dat ik ook heel lang niks heb uitgebracht. Maar, hoe zou jij jouw muziek eigenlijk omschrijven? Ja, wij zitten nu een beetje in zo'n cirkel. Altijd feest en jalala en gezellig en een feestje. Maar daar wil ik nou toch stiekem ergens wel een beetje een eigen draai aan gaan geven. En hoe we dat doen, ja, ik kan er niet veel vertellen. Nieuwe single die is klaar. Oh, die is wel klaar? Ja, dinsdag gaan we de clip opnemen. Dus, wanneer komt die uit? Ja, dat weet ik eigenlijk nog niet. Want dat weet je nog niet. Het is nou net met corona, ja, het is, natuurlijk. Het is een rare tijd natuurlijk. Wat gaan we doen? Ja. Gaan we hem uitbrengen? Ja, ja, soms heeft de clip, hè. Je ziet het. Nou, Jan Biggo heeft ook gewoon een hit in coronatijd. Daardoor is alleen dat je natuurlijk die optredens er nou niet echt uit kan halen. En eerder dat het wel kan, dan is misschien dan is natuurlijk het moment weg. Dus het is een lastige tijd. Maar heb jij een idee van, ja, corona, daar komen we natuurlijk niet zomaar vanaf. Hoe jij de toekomst ingaat? Heb jij daar plannen voor? Dat je denkt, ja, we zullen toch met het virus denk ik moeten leven. Uiteindelijk wel, zeker. Ja. En mensen willen feesten, hè. Dat blijft, ja, denk nee, ik nee, zeker. Dat is. Dat hou je ook. En ik verwacht zeker wel 2022. Alleen het is net even kijken wanneer. Ja. Weet je, mogen we weer een beetje optreden? Dan heb ik al wel zoiets van, dan kunnen we wel langzaam uitgaan. Eigenlijk gewoon weer volle gas voor. Precies. Ja. We gaan naar een clipje van jou kijken. Je gaat daar ook nog een aantal nummers ga jij doen voor ons. Je mag je clip zelf aankondigen.
Nou, dit is mijn clip. Ik wil je ooit graag gelukkig zien. Nou, we gaan kijken naar de clip.